Studio TVL en het is een hele muzikale uitzending vandaag. Want niet alleen stellen we jullie twee groepjes voor die meedingen naar de titel van Trap het af voor het Absolutely Free Festival, maar straks komt ook Annie Lorak bij ons op bezoek en dat is de Oekraïense inzending voor Eurosong. Maar eerst tijd voor een van de groepjes die meedoen aan Trap het af en dat is hier Zet bij mij. Dag allemaal, fijn dat jullie er zijn. Zet, vertel eens van waar dat die naam komt. Zet staat eigenlijk voor Steven, Eline en Thomas. Ja, dat maar, zijn jullie drie. Ja, het is gewoon Zet. Ja. En hoe lang zijn jullie al Zet? Sinds 2002 zijn we eigenlijk begonnen. Mm-hmm. En dan zijn er nog daarna twee personen bijgekomen. En die zijn nu weer afgevallen en nu doen we het eigenlijk weer gewoon met ons drieën. Ja, en van waar kennen jullie elkaar? Steven ken ik van op school van vroeger en op de speelbemerking hebben we Thomas nog leren kennen. Ja. En dat was altijd een droom om een groepje op te richten en om optredens te verzorgen? Of hoe is dat begonnen en gegroeid? Ja, we waren eigenlijk allemaal met muziek bezig en het leek ons gewoon een tof idee om dan samen een bandje te beginnen en dan eigen nummers te schrijven. Ja. Ook jullie zitten in de wedstrijd, in de running, voor Trap het af van het Absolutely Free Festival dat 2 augustus doorgaat in Genk. Is dat een spannende wedstrijd? Willen jullie die absoluut winnen? Moeten jullie daar campagnes voor voeren bijvoorbeeld? Wij zijn nu eigenlijk gewoon volop mails aan het sturen, zoals iedereen denk ik wel. Maar het zou natuurlijk wel heel fijn zijn moesten we die winnen. Ja, want wat moeten de mensen doen om voor jullie te stemmen? Ja, gewoon op ons stemmen via die site. Via de website. En Joke, ja. Jij zit nog eens op die website. Misschien dat jij nog even wat uitleg kan geven als de mensen voor Zet willen stemmen, wat ze dan moeten doen. Wel, dat is heel eenvoudig. Alle fans van Zet die surfen naar de website www.absolutelyfree.be. Dus www.absolutelyfree.be. En dan ga je in de linkerkolom naar de derde regel. Daar staat trap het af. Daar dubbelklik je op trap het af. En dan... Nu blijft hij eventjes hangen, de computer, voilà. En dan ga je gewoon naar beneden, je scrolt helemaal tot beneden aan. Daar vul je gewoon het stemformulier in, dus je voornaam, je naam, je woonplaats. Je klikt aan op wie je wilt stemmen, dat is Zet. En dan verzend je het, je duwt op stem. En voilà, je hebt je stem uitgebracht op Zet. Welk genre van muziek brengen jullie, Eline? Akoestisch. Rustig eigenlijk. Ja, dat is een heel verschil, want we hebben hier vorige week al 2 groepjes gehad. Daarnet hadden we ook een rockband van allemaal dames. Vorige week was het allemaal vuile taal, zullen we het maar stellen. Hoe is dat bij jullie? Wij schrijven zelf onze nummers. Het is eigenlijk heel rustig. Akoestisch, gitaar, mondharmonica, piano en zang. Ja, dus eerder kampvuurmuziek dan echte rock. Dat wordt gezegd, ja. Ja. En denken jullie dat jullie het dan kunnen halen tegen die rockbands voor het Absolutely Free Festival? We doen ons best. Ja. Oké, we geven jullie nu de kans om heel Limburg daarvan te overtuigen. Welk nummer gaan jullie brengen voor ons? I Talk A Lot. I Talk A Lot. Goed, hier zijn voor jullie sets. Explain it.
talk a lot, I talk a lot. And although I enjoy silence, it never seems to stop. I'm sorry, I'm excited, I'm excited. I see someone I like, and words come out like the speed of light. Dat was Sets met I Talk A Lot, een van de vier groepjes die in de wedstrijd zitten om de aftrap te mogen geven op het Absolutely Free Festival. En bij mij zit Els Raskij van de organisatie. Welkom Els. Dank je wel. Misschien dat we nog een beetje uitleg kunnen geven over dat Absolutely Free Festival. Waar, wanneer en hoeveel kost het? Het festival. Ja, het gaat door op 2 augustus in Genk. Wij hebben zicht op de mijnschachten. Wij zitten daar vlakbij. Dus wij noemen het ook het Sea Mine terrein, omdat dat voor de meeste mensen bekend is. Ja. Nu, onze naam zegt het al. Absolutely free. We zijn gratis als een van de weinige festivals. Natuurlijk. Ja. Ja, het is een van de weinige festivals dat helemaal gratis is. Kan je een paar namen zeggen die op de affiches staan? Goh, onze topbands mag ik nog niet verklappen. Die worden vrijdag 11 april bekendgemaakt. Ja. Maar misschien wordt het set wel, hè, als zij Trap het Af winnen. Ja. En voor het overige zijn het vooral Limburgs muzikaal talent dat we gezocht en gescout hebben. De groep voordien heeft het verteld. We hadden meer dan 800 bands die zich kandidaat hebben gesteld en waaruit we een selectie gehaald hebben. Ja, dus heel wat muzikale talenten bij ons in de provincie die de aftrap willen geven. Ja, ja, het is ook de eerste keer dat het een Fairtrade festival is. Kan je dat wat uitleggen? Ja, wij zijn natuurlijk in eerste instantie een muziekfestival, maar we hebben inderdaad toch wel een aantal accenten rond het festivalconcept waar wij ook heel erg trots op zijn en waar dat wij aandacht voor willen vragen. En ook aandacht aan willen geven. En inderdaad, wij zijn in Limburg het eerste Fairtrade Festival. We hebben dus een vergaande samenwerking met Oxfam. Wij gaan wat we maar kunnen aan Oxfam-producten aanbieden, zowel voor het podium als achter het podium. Ja. Zij geloven ook heel erg in ons verhaal en zijn dus ook medesponsor van ons festival. Mm-hmm. Nu, wij willen ook andere accenten leggen waar dat we heel nadrukkelijk mee een nieuwe wind in festivalland willen blazen, bijvoorbeeld het ecologische verhaal. Wij gaan dus proberen van echt een afvalarm festival te realiseren. Ja. Zacht transport gaan we promoten, de fiets, de bus, te voet. Iedereen is uiteraard welkom, maar die zijn nog een stukje meer welkom omdat ze aan het milieu denken als ze het op een milieuvriendelijke manier doen. Er zijn heel wat doelstellingen, hè, die jullie voor ogen stellen, zowel gratis dan nog aan het milieu denken en voor de Fairtrade. Zien jullie dat zitten? Hebben jullie een tof team om daaraan te werken? Wij hebben een heel tof team. Onze voorzitter is Patrick van de Wallen. Hij was er een aantal jaar geleden ook bij, want Absolutely Free heeft al een periode bestaan. Start dit jaar opnieuw. Hij is dus als het ware de oude rot in het vak. Ja. Hij heeft rond zich een aantal enthousiaste mensen, vrijwilligers allemaal, verzameld. En we gaan er keihard voor. Dat merken jullie wel. Ja, hè? En jullie werken natuurlijk naar 2 augustus, want dan is het te doen. Absoluut. Daaraan de Sea Mine in Genk, het Absolutely Free Festival. Heel veel succes ermee. Dank je wel. En wij nemen een duik in het water. We gaan synchroon zwemmen in Bree.